18 maart wordt een feestdag voor boerenkaasboeren. Want dan krijgt boerenkaas een plek op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed. En dat voelt voor de boeren als eindelijk erkenning voor dit oude ambacht. Ja, want jarenlang werden boerenkaasboeren uitgemaakt voor hobbyboeren. De productie was niet hygiënisch, werd gezegd. En door het gebruik van rauwe melk zou de kaas zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Maar tijden veranderen. Ambachtelijke streekproducten zijn populairder dan ooit. Hoeveel ben jij vrouw? Ik ben er klaar voor. Oké, mooi. In het Zuid-Hollandse Zoeterwoude maken Nico en zijn zoon Frank Kaptein elke dag boerenkaas. En dat doet de familie Kaptein al 3 generaties lang. Ja, echt een afdrukking. Ja, het is echt wel met de paplepel ingegoten. Kijk, wij kregen ook de borstel in de kaasmakerij van mijn moeder. Zo is het gewoon gegroeid. Het boer zijn vond ik altijd hartstikke mooi. Ik heb een poosje getwijfeld om veearts te worden, zeg maar. Als we hier een keer met de hele familie bij elkaar zijn, dan gaat het nog wel eens over koeien en kaas maken, zeg maar. Dat heb je wel eens. Behalve de technische snufjes is het boerenkaasmaakproces in al die jaren niks veranderd. We maken de kaas in houten vaten. Het is meer dat we denken en vinden dat het bijdraagt aan een betere smaak, omdat de kaas warmer blijft in een houten vat dan in een kunststofvat. Je proeft het ambacht terug en je proeft gewoon dat het een hele ander soort smaak is dan een geëigende kaas. Zoals onze koeien de melk produceren, daar doen wij het mee en we kunnen er eigenlijk ook niks aan veranderen en we willen er ook niks aan veranderen. Nog maar 1% van alle geproduceerde kazen is boerenkaas. Voor Nico is het belangrijk dat boerenkaas immaterieel erfgoed wordt. Het is bewaren van een traditie. Want dan krijg je in ieder geval een stuk bescherming en een stuk erkenning. En hopelijk daarmee ook het veiligstellen van boerenkaas maken in de toekomst. Dit gelegenheidstestpanel gaat de proef op de som nemen. Kunnen zij uit 3 kazen proeven wat de fabriekskaas is? Ik zou denken de tweede. Ik denk ook de tweede. Ik denk ook de tweede. Inderdaad wordt de fabriekskaas er feilloos tussen uitgehaald. Een mooie opsteker voor Nico en alle boerenkaasmakers. Nico kijkt uit naar 18 maart. De dag dat boerenkaas officieel immaterieel erfgoed wordt. En dan? Ga je erop toosten? Wordt het gevierd? We zullen wel een borreltje opnemen, denk ik.